Al 12 wedstrijden heeft Telstar niet gewonnen in de Jupiler League. Maar het begint goed aan de wedstrijd tegen FC Os. Dit is na nog maar 2 minuten spelen. De paas van Abdoulaye en de mogelijkheid voor Mamoudov. Dat is een dot van een kans. Oog in oog met Ronald Koeman junior. Maar hij faalt hopeloos. Denis Mamoudov. Wel is Telstar sterker. Hier is Aynane. Prachtig paasje. Het is een soort van stift. En de mogelijkheid voor Floris van der Linden. Niet zo makkelijk voor de spits van Telstar. Zo staat het nog 0-0. Maar is de thuisploeg wel wat beter. Tot dit moment. Want dan staat het ineens 0-1. Os op voorsprong door het doelpunt van Siad Çelik. Na 13 minuten voetbal. De omhaal eigenlijk op goed geluk hier. Maar die komt perfect terecht voor Çelik. En dan staat het dus 0-1. Os won een van zijn 4 wedstrijden in de derde periode. Die overwinning was de wedstrijd tegen Dordrecht. Hier was er bijna een mogelijkheid voor Van der Linden. Een mogelijkheid op de gelijkmaker. Dan weer Os. De ploeg van Gesthuizen. 14e plaats, 26 punten na 22 wedstrijden. En hier is de doelpuntenmaker weer dichtbij. Çelik, nu de redding van Boy de Jong. Omdat keeper Wesley Zonneveld 2 maanden is uitgeschakeld na een operatie. De ruststand 1-0 in het voordeel van Os. En dan de tweede helft. In die tweede helft gaat Telstar wat beter voetballen. De vraag hier, is de bal over de zijlijn? Ik denk van wel. Maar de assistentscheidsrechter laat doorvoetballen. En dan krijgt Boeren, de topscorer van Os, zomaar een mogelijkheid. Goed keeperswerk van Boy de Jong. Maar merkwaardig dat de assistentscheidsrechter door liet voetballen daar. Hier is Serarens voor Telstar. Aanval afgeslagen, maar het uitverdedigen is moeizaam. Korpershoek grijpt goed in. Maar dan is dit een behoorlijke afzwaaier van Abdoulaye. Het is wachten op grote kansen voor Telstar in de tweede helft. Korpershoek met de voorzet. Daar wordt vastgehouden. De bal in de handen bij de keeper. Bij Ronald Koeman junior. Maar het is een strafschop, zo geeft scheidsrechter Oostrom aan. En dat heeft hij goed gezien. Want er wordt vastgehouden door Dylan de Braal daar bij de spits. Bij Van der Linden. Dus gaat de bal op 11 meter. Aynane gaat erachter staan en schuift hem binnen. En met nog een kwart wedstrijd te gaan, staat het gelijk. Scoorde ook eerder dit seizoen vanaf de strafschopstip in de wedstrijd in Os. En die wedstrijd won Telstar met 2-0. Dan is Os weer in de aanval. Lastige hoek hier voor Çelik. Die hem er dus ook niet in krijgt bij Boy de Jong. Dat wat hem dus in de eerste helft wel lukte. Hier is Boeren. De man van 24 doelpunten die toch gebleven is. Wachten op een afspeelmogelijkheid hier. Invaller Mathieu. En dit schot is ook niet ongevaarlijk. Goede redding van de Jong. Zo staat het nog altijd gelijk. Is Aynane de grote roerganger bij Telstar. Hier gaat hij weer. Aynane en hij scoort. Ronald Koeman junior komt er niet bij. En Telstar staat 10 minuten voor tijd met 2-1 voor. Uitstekende goal van uitblinker Mohamed Aynane. Zo is Telstar op weg naar de overwinning. Helemaal als Piqué hier in de fout gaat. En Floris van der Linden zijn eerste doelpunt maakt in dienst van Telstar. Dat doet hij in de 82e minuut. Wat een fout van Piqué. En zo is er eindelijk winst voor Telstar. De eerste zege sinds 14 oktober.